Hallo en welkom bij een filmpje van Lotte Stamping Fun. Mijn naam is Lotte Noordzij. Ik ben een onafhankelijke stempunt-demonstratrice in de prachtige stad Rotterdam. En ik werk heel veel samen met Melinda Meren en zij zit in Hillegom. Maar zoals je weet, het internet staat voor niets. Dus waar ter wereld je ook kijkt, je kunt altijd een filmpje van ons bekijken. Vandaag gaan we, doen we mee aan de hop van het Global Monthly Video Team. Dat betekent dat er een instructievideo is rondom een bepaald thema van een aantal Dampin' Up demonstrators van over de hele wereld. We hebben deelname van mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Schotland, Canada en Amerika. En uiteraard ook uit Nederland. Dus wij doen ook mee aan deze hop. Hartstikke leuk. En eigenlijk werkt het zo dat hieronder in de omschrijvingenbox vind je alle linkjes naar alle andere demo's. En die laten je dus allemaal een project zien rondom een bepaald thema. Deze maand is het thema monochromatic. Oftewel werken met één kleur. En dan mag er altijd dus een standaard kleur bij zijn. Wit of vanille om het nog wat te ondersteunen. Nou, wij hebben ervoor gekozen. Het is een ontwerp eigenlijk van Melinda. En ik ga jullie laten zien hoe leuk je die kunt maken. We hebben als basis gekozen het prachtige papier wat in de nieuwe mini-catalogus staat. En dat had ik natuurlijk even erbij moeten pakken. En bijna heb ik het. Zodat ik je ook nog al die blaadjes kan laten zien. Hoe mooi dat eruit ziet. Hier heb ik het. Het papier heet Harvest Meadow. En ik ga je de 15 bij 15 blaadjes laten zien. Maar de vellen zijn natuurlijk 30 bij 30 centimeter. Aan de ene kant zijn het wat meer solide kleuren. In allerlei verschillende leuke tinten. Bumblebee, Misty Meadow, Calypso Coral en de Soft Succulent. En als je hem dan omdraait, dan krijg je deze mooie afbeeldingen. Met name met prachtige bloemen. Hier een soort verweerd papier waarop geschreven is. Takken. Het ziet er echt prachtig uit. En daarin komt je dan ook de kleur Crumb Cake nog tegen. Nou, wij hebben dit papier genomen als basis voor onze monochromatic kaarten. We hebben er ook nog even een funfold van gemaakt. Een hele makkelijke funfold, maar waarbij je zeg maar wel een soort van wow effect krijgt. Dit papier is dus het Harvest Meadow papier. En dat staat in de nieuwe mini-catalogus augustus tot en met december 2021. En kun je vinden op bladzijde 54. Wij zullen daar ook dan nog bij gebruiken de stempelset en eventueel de stansset die daarbij hoort. Dit is de stempelset. En je ziet dat een aantal van deze stempels ook een bijpassende stans hebben, namelijk de twee bloemen. En verder in die stanset zitten de prachtige, mooie, lange bloemen die je, die je ook nog heel goed kunt gebruiken. Omdat deze stempelset heel erg goed coördineert met de Quiet Meadow set, die staat in de jaarcatalogus en die staat dan op bladzijde 110. Het heeft een beetje dezelfde uitstraling en ook die prachtige mooie lange veldbloemen met wat etiketjes erbij en een prachtige stempelset. Dus we hebben bedacht dat we deze twee stempelsets zullen combineren op deze kaarten. Goed, nou dan gaan we maar beginnen. Ik leg dit even aan de kant en ik heb twee pakketjes klaar liggen. Dus ik ga twee kaarten maken op dezelfde wijze. Maar dan kun je even het verschil zien hoe dat wordt uiteindelijk. Voor deze hebben we dus de basis. Oh, ik had hem nog niet opengeklapt. Dit is dus als je hem openklapt. Dan gaat het etiket dat vouwt mee naar buiten. En valt een beetje over het tweede paneel heen. Het tweede paneel is in dit geval Whisper White. Wat we wat bestempeld hebben. Het eerste paneel is een paneel in dezelfde kleur, maar dat is geëmbost met daar een aantal van die prachtige takken op. En dit is een stuk van het mooie designpapier. Uiteraard moet er nog een
envelopje bij. En daar zet je dan natuurlijk ook weer een stempel op. Nou, wat ik al zei, ik heb 2 pakketjes klaargelegd. En die ga ik met jullie maken. De eerste ga ik maar eens even doen met deze. En dat is de mooie Soft Succulent. En ik zei al, daar zit heel mooi papier bij. Wat een beetje verweerd papier lijkt waarop handgeschreven is. Echt prachtig. Met ook een beetje een zweem van wit erin. En de wat donkerdere kleur, de Evening Evergreen. Dus die heb ik er straks bij gepakt. De maten van alle afmetingen, die komen in ons blogpost te staan. Die staat straks ook hieronder en kun je op klikken. En dan vind je alle maten, maar even voor de snelheid. Dit is gewoon een basiskaart, 21 centimeter bij 14,5. Die ril je op 10,5 en op 5,25 centimeter. Het stukje designpapier wat hier ligt, dat meet 10 centimeter bij 14 centimeter. De 2 panelen die je hier gaat plaatsen, sorry, die zijn 14 centimeter hoog. En 4,8 centimeter breed. Nou, dan krijg je dus in dit geval deze uitstraling. Nou, die gaan we maken. Ik heb ook klaar liggen een aantal van dus die hele mooie, lange, uitgestanste. Hier zijn ze, uitgestanste bloemen. En deze zijn van de Meadow stanzen. Ik heb ze in het wit uitgestanst. Ik heb ze in het Soft Succulent uitgestanst en een paar heb ik er uitgestanst in die Evening Evergreen. En ik heb er ook nog een aantal van die leuke vlindertjes bij genomen. Voor de kaart plak je het designpapier gewoon op de kaart zelf. En daar is die. Even, mijn lijm is een beetje verstopt en die ga ik er even bij pakken. En ja, daar komt hij. Soms wil die even niet, hè, dan is die nog een beetje hard. Lijmen doe ik altijd met de de multipurpose liquid glue. Die kan namelijk nog een heel klein beetje schuiven als je hem plaatst. En ik probeer het designpapier op de kaart te plaatsen, zodat aan alle kanten evenveel van het Soft Succulent nog zichtbaar is. Dan ga ik het witte paneel bestempelen. Ik ga eens even kijken welke stempel ik daarvoor wil. En dan wil ik eigenlijk wel een bloem bij. Dan kan ik kiezen uit deze stempelset. Maar ik had natuurlijk ook die prachtige stempelset gepakt. En die is nu weer even aan de kant. Even kijken, dit zijn de tekststempelsets. Ik heb een klein bureau, maar toch kan ik er nog altijd van alles kwijt zijn. Nou, ik weet even niet waar ik die heb gelaten. Dan gaan we gewoon even met deze stempelset verder. Ik vind deze bloem wel heel erg mooi om die hier aan de zijkant te zetten. En dat is dan de bloem van de Quiet Meadow. Dus eigenlijk van dat andere stempelset. Dus niet van de stempelset die bij deze... die hoort wel bij deze stanze. Het is handig om een blok te pakken. Deze is te klein. Wat goed bij je stempels past. Mijn blokje erbij. En heb ik nu de grote E-blok erbij. Dat is een blok wat ik niet zo vaak gebruik. Omdat ik niet van die grote handen heb. En ik het lastig vind soms om dat goed te plaatsen. Ik ga hier die mooie lange bloem stempelen. En dat ga ik doen in de kleur Soft Succulent. Dat is een van de Incolors 2021-2023. En dat is een van die 5 mooie trendkleuren. Stampin' Up! Komt elk jaar met 5 trendkleuren die dan in principe... maar 2 jaar blijven in de collectie. Kijk. En dan zetten we hem er zo op. Kijk, heel mooi. Dat is de Soft Succulent. En wat ik altijd leuk vind, is om toch een heel klein beetje nog wat, als het een beetje vintage-achtig is, een paar van die stippels erin te zetten. Nou, die zitten ook in deze stempelset. Dus
die ga ik er ook bij doen. Dat is fijn als ik die op deze wat langere blok zet. Die ga ik ook in Soft Succulent stempelen. Maar dan stempel ik ze af. Dat betekent dat de inkt dus niet vol op de, meer op de stempel staat. Maar dat die wat minder hard is. Kijk, en dan krijg je zo'n mooie kleine overgang. Dat doe ik hier boven en dat doe ik hier ook beneden. Zo. En je ziet dus dat ondanks het feit dat je dezelfde kleur gebruikt om te stempelen, dat de bloem heel wat harder is dan de stippels. En dat komt omdat ik die stippels dus heb afgestempeld. Dan kan dit op het middelste paneel worden geplakt. Ik gebruik hier geen dimensionals nog, omdat dit paneel natuurlijk gewoon gesloten moet worden. Het is natuurlijk altijd leuk om wel iets aan je iets van dimensie aan je kaart toe te voegen. En dat kan natuurlijk heel goed, maar dat zou ik dus niet op dit paneel doen, omdat je dit zo meteen dicht gaat slaan. Nou is het heel leuk dat Stampin' Up! Heeft een nieuwe embossing folder. En die staat ook in de, in de mini-catalogus. Even kijken. In de mini-catalogus hier op bladzijde 55. Daar kun je hem ook nog dan zien als voorbeeld. Nou. Hier wordt hij ook een aantal keren gebruikt op de projecten. Dat zul je misschien niet zo goed kunnen zien. Dus ik ga het gewoon laten zien hoe je dat straks als effect op de cut en embossmachine ziet. Dit is een 3D embossing folder. Dat betekent dat als ik mijn cut en embossmachine erbij pak. Oops, en ik pak mijn plaat nummer 1 erbij. Dat is deze plaat. En ik lees daar dat ik een 3D embossing folder nodig heb. Dan betekent dat dat ik de plaat nummer 1 en plaat nummer 4 moet gebruiken. Nou, plaat nummer 1 is al de basisplaat, dus die heb ik al. En ik heb ook plaat nummer 4 erbij gepakt. Dan neem ik de embossing folder. Dan haal ik netjes uit de verpakking. En je ziet aan die embossing folder, dat heet de Time Worn Type embossing folder. Die heeft een beetje ook, ja, ook datzelfde achtergrondje als dit designpapier. Je hebt onderaan de embossing folder een streep staan waar je eventueel je cardstock recht tegenaan kunt leggen. Maar aangezien dit een vrij lang is, leg ik hem gewoon zo neer dat ik denk dat hij goed recht is. En op zich heeft het voor deze natuurlijk niet zo heel veel, maakt het niet zo heel veel uit. En wat je doet als je gaat embossen, dan zorg je ervoor dat de rand altijd naar achteren gaat. Dus daar waar die embossing folder sluit, daar doe je hem naar achter. Nou, dan haal je hem door je cut- en embossmachine heen. En dan zet ik die meteen aan de kant. Zo. En wanneer je dan je papier uit de embossing folder haalt, dan heb je dus dat hele mooie effect van, nou ja, hetzelfde eigenlijk als hier. Het ziet er echt heel gaaf uit. Die plak ik op het voorste paneel. En misschien doe ik die zometeen wel met dimensionals. Ik moet even mijn dopje dicht doen. Dan kan ik een rangschikking maken van al die leuke dingetjes die ik heb uitgestanst. En ik kan natuurlijk voor kiezen om alleen zeg maar groen erop te doen. Maar ik vind het eigenlijk toch wel leuk om ook wat van dat wit eronder te doen. Dat geeft net even iets meer body. Dat heb ik hier ook gedaan. Ik heb een klein takje wit erachter gezet. En daarna opgebouwd met de twee verschillende tinten bruin. Dus met de crumb cake en met de soft suède. En dat ga ik hier dan doen met de soft succulent en met de Evening Evergreen. Ik heb voor de Evening Evergreen heb ik alleen de smalle takjes uitgestanst.
Zodat ik zo meteen kan kijken hoe ik dat mooi af kan dekken. Nou, ik denk dat ik dit wel een hele mooie vind om erachter te plaatsen. Zo. En dan pak ik deze, denk ik, als voorkant. Misschien niet helemaal deze, misschien de voor. Zodat het elkaar afdekt, waardoor je dan het witte wat afgezwakt wordt. En je die witte ervoor hebt. Of doordat je de soft succulent ervoor hebt liggen. Nou, die maak ik even vast met een klein beetje lijm, klein puntje lijm. Zodat het in ieder geval een beetje op de plek blijft zitten waar ik het wil hebben. En dan zet ik daar nog zo'n takje in het Evening Evergreen bij. Waardoor het net ietsje meer nog gaat spreken. En dat doe ik dan zo, denk ik. Deze wat lager, die ene tak. Zo. En dan de grotere tak wat hoger. Beetje zo. Op deze manier. Kijk. En dan valt eigenlijk die witte bloem die erachter zit behoorlijk weg. Waardoor je toch die mooie toon-on-toon krijgt. Het enige wat ik nu nog wil doen is het toevoegen van een tekst. Ik heb alvast wat labeltjes uitgestanst van de Tasteful Label Set. Ik denk dan kan ik even kijken welke tekst ik daar goed op kan gebruiken. Ik heb wat stempelsets erbij gepakt met een knipoog. Is altijd wel een hele leuke. Niks mag. Volg je hart, het klopt altijd. Sorry dat ik zo goed ben. En dan als onderregel in het vergeten van belangrijke data. Een knuffel en een zoen kunnen wonderen doen. Voel je al iets? Hyper de niet meer zo heel erg piep. Hoera, ook altijd leuk. Ik denk altijd goed na voordat ik iets stoms zeg. We zijn nog lang niet uitgelachen, dus dat is echt wel een hele leuke stempelset. En deze stempelset, die kun je verdienen, zeg maar, als je een party, als je party geeft en de opbrengst van de party is meer dan €375. Dan kun je deze stempelset uitkiezen. Daar staan ook heel veel leuke teksten in. Hoera, een baby geniet van kleine wonden. Echte post is zoveel leuker. Maak er een mooie dag aan. Van wat in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. Gecondoleerd met dit verlies. Oeps, sorry, maar alsnog gefeliciteerd. Van harte beterschap, knap maar snel weer op. En verhuist veel geluk. Nou, ik denk dat ik een harte beterschap kaart van ga maken. Dan kijk ik even naar de tekst. Dat is deze. En hoe groot die is. En welk labeltje ik dan daarvoor zou moeten gebruiken. Ik wil er eigenlijk aan deze kant nog iets bij doen. En ik zat te denken dat ik misschien deze bloem er nog op plak zometeen. Misschien is dat nog wel aardig om te doen. Die is te hoog voor deze. Dus ik denk dat als ik dit label pak, dat hij prima is. Dan moet ik er natuurlijk ook nog voor zorgen dat hij gewoon ook nog een soort van recht staat, natuurlijk, straks. ik gebruik niet de stempels op mijn kussens, op mijn stempels. Ik vind dat niet fijn om zo te werken, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar het nadeel is dus dat ik niet kan zien of ik mijn stempel recht zet. Nou, het is altijd een beetje op de gok. Maar aan de andere kant denk ik van, het is handgemaakt, dus het hoeft ook niet perfect. Zo. Nou, kijk. En die gaat dan zometeen hierop. Dat kan heel goed. En toch denk ik, als ik nu kijk, dat ik misschien die bloem daar wel wil. Als ik deze bloem pak. Dat het misschien mooier is als ik die bloem gewoon hier stempel. Of daar stempel. Op het designpapier. Want dat kan natuurlijk ook. Je kunt gewoon op het designpapier stempelen. Ik pak daarvoor dan weer de Evening Evergreen. Zo.
En die stempel ik. Even kijken, van harte wetenschap. Als ik die dichtklap, waar komt die dan? Dan komt die daar. Nou, dat kan wel. Want dan dekt hij hem een klein beetje af. Kijk, leuk. En ik zag toevallig... nee, die zijn te klein. Die ga ik er niet in doen. Ik vind het wel leuk om nog een beetje van die stippeltjes op de tekst te doen. Om ervoor te zorgen dat hij nog wat body krijgt. Dus ik pak weer de Soft Succulent. Dat is die lichtere groen uit de Incolors 2021-2023. En even kijken. Een beetje zo, denk ik. Nee. En dan is het toch een stuk minder wit. Zo. En dan ga ik dit opzetten met... dan doe ik dit wel gewoon met lijm. En dan zet ik het label op met Dimensionals. Zo. Als je geëmbost kaartkarton wil opplakken, dan is het wel goed om ervoor te zorgen dat het tot wel aardig wat lijm op zit. Want soms door al die bergjes en dalen die erin zitten, kan het soms zijn dat het niet zo goed blijft plakken. Dus wil je er zeker van zijn, lijm in het gewoon goed in. Zo. En dan doe ik hier de Van Harte Wetenschap knapper snel weer op. En dan moet ik hier nog iets doen. Nou wilde ik toch eigenlijk wel die andere stempelset hebben. Maar waar die nou toch is, mag Joost weten. En Joost weet niet veel, want anders zou hij tegen mij zeggen dat waar die stempelset was. Oh, ik heb hem gevonden. Ja. Ik vind eigenlijk deze wel aardig om hier te doen. En dan ga ik dit stempelen op het Soft Succulent. Maar dan gebruik ik de Evening Evergreen. De Evening Evergreen cardstock. En dan pak ik dus die. Deze. Daar zit trouwens ook een stans van. Dus die kan ik zo meteen uitstansen. Dat is wel heel fijn. Zo. En dat doe ik dan in de Evening Evergreen. Uit. Kijk. Dat is een mooie afdruk. En als die dan zo meteen hier tevoorschijn komt, dan is dat vast heel leuk. En dan doen we er ook nog zo meteen een bloemetje op. En dan is die helemaal hartstikke leuk geworden. Ik pak weer mijn cut en emboss machine. Oh, weet je, ik pak even de kleine cut en emboss. Dat scheelt een hoop ruimte op het bureau. De kleine cut en emboss. Er zijn twee verschillende cut en emboss machines. Een kleine en een grote. Je hoeft ze natuurlijk niet allebei te hebben. Dan kan ik me ook voorstellen dat het misschien niet aan de orde is dat je dat meteen wil. Even kijken, waar zijn mijn stanzen? Ik heb toch maar zo'n klein bureau. En dat is het nadeel is dan dat dus ook alles over elkaar heen ligt. En dat je dan... alles over elkaar heen ligt en dat je dan dus ook gewoon de spullen niet kunt vinden. Kijk, ik heb hem hier. Zo. Dan, wat je dan doet is je legt de stans over het uitgestempelde of het gestempelde voorbeeld. Je legt de tweede plaat erop. Je drukt het goed aan zodat het niet verschuift. En dan draai je aan je hendeltje en draai je je stansje erdoor. Zo. Nou, die zet ik even aan de kant. En dan is die prachtig uitgestanst. Zo. En kan ik die hier zo op het label zetten.
Dan ga ik dit opzetten met Dimensionals. Zo. Op die cream cake kaart heb ik er nog een strikje omheen gedaan. Maar dat doe ik nu niet. Dat kan natuurlijk wel, hè, als je dat leuk vindt. Dat is geen probleem. Ik haal mijn schutblaadjes eraf. En plak deze op het label. Zo. En dan gaat die zo meteen zo over de kaart heen. Nou, misschien toch wel. Nog een stukje basic white van het Baker's Twine. Even kijken. Misschien toch wel leuk om dat te doen. Een klein stukje. Zo. Kleine lusjes aan het strikje. Hoppatee. En dan de uiteindjes afknippen. En dan kan die dus zo op de voorkant van de kaart. Die zet ik dus op met Dimensionals. Een handige truc is als je iets wil plakken wat halverwege stopt, is dat je het aan de uiterste kant van het label of wat je wil plakken, eerst de Dimensionals zet. Dus ik zet ze eerst hier. Een stuk of 3, 2 en 1 zo halverwege, want dat gaat in ieder geval nog op het element. Als ik nu gewoon lukraak zou denken van oké, hier moet ik de Dimensionals op het etiket zetten, heb je natuurlijk kans dat hij ook vastplakt aan dit paneel. Nou, dat wil je niet. Dus wat je dan doet, is je legt je label en je kijkt ongeveer hoe groot, wat de afstand is, zeg maar de breedste afstand is waar je, wat je wil plakken. En dan doe je dus de Dimensionals tegen de rand van de kaart aan waar die vouwt. En als ik hem dan zo meteen plak, dan zit hij netjes vast en gebeurt er niks met mijn... dan plakt er niks aan het tweede paneel. Kijk, en kan het tweede paneel, of het paneel kan gewoon vrijelijk bewegen. Nou, dan is deze, denk ik, helemaal check. Het enige wat we nog zouden kunnen doen, moet ik even kijken of ik die in de buurt heb, is nog wat van die leuke in-color jewels erbij plakken. Die in-color jewels, dat is het pakketje waar alle 50 kleuren dus in zitten. Groot en klein formaat. En we hebben dus de soft succulent. Dat is dus deze groen. En de evening evergreen. Dat is die donkerdere groen. Die we erbij zouden kunnen plakken. Ik denk dat het leuk is om hier een grote donkere te plakken. Zo. En dat het dan wel helemaal goed is. Ik mis alleen hierboven nog iets. En ik denk dat ik daar... dan ook nog even wat van die leuke stippels neer gaan zetten. En dat doe ik dan ietsje donkerder deze keer. En gebruik ik dus de Evening Evergreen. En die stempel ik af. En die zet ik dan zo op mijn kaart. Nou, dan is het ook nog een klein beetje daarbovenin gestempeld. En dan is deze kaart klaar. We kunnen natuurlijk niet zonder een mooie bestempelde envelop. Dus ik pak deze grote stempel hier uit de Quiet Meadow. Deze prachtige bloem. En die stempel ik op de envelop in de kleur Soft Succulent. Zo. En die zet ik hier aan de zijkant. Kijk, hoe mooi is dat? En dit is dan project nummer 1 voor een monochromatic.
En je ziet dus dat je met de basis van het designpapier, in dit geval dus die soft succulent, een hele mooie kaart kunt maken. Waarbij je met gebruikmaking van alleen maar eigenlijk wit en een ietsje donkerder nuance van de kleur al echt heel groot verschil krijgt. Nou, dit is dan de crumb cake versie. Dit is de soft succulent versie. En nu ga ik even nog een kaart maken in de Misty Moonlight. Dat betekent wel even dat ik mijn stempels schoon moet maken. Jullie zien dat zijn hele vieze doekjes. Tenminste, dat lijkt hele vieze doekjes. Maar als ik zei, dit zijn de chamois. En die zijn heel fijn om tussendoor je stempel even schoon te maken. Als ik dus mijn stempel schoonmaak. Het lijkt heel vies, maar hij is gewoon helemaal schoon. Deze chamois zijn heel makkelijk schoon te maken als je klaar bent met stempelen onder de kraan. Dus dan loop je naar je gootsteen en je zet de kraan open en spoelt ze gewoon goed uit. Persoonlijk doe ik ze ook nog één keer in de week in de wasmachine bij de was. Bij de handdoeken doe ik ze altijd. Dus ze gaan altijd eventjes lekker mee. En worden ze ook een stuk schoner. En ze worden ook een stuk frisser. Niet altijd als je ze weglegt, dan zijn ze, krijgen ze een beetje een nare lucht. Dat hoort. Dus ja, dan is één keer in de week even met de wasmachine mee. Prima. Iemand vroeg laatst, hoeveel graden doe je ze dan? Nou, volgens mij gaan ze gewoon op de wasmij met 60 graden. Want ze gaan met de handdoeken mee. Dus dan is dat 60 graden, denk ik. Ik doe de was niet, dat hebben jullie wel in de gaten. Nou, dan heb ik mijn stempels schoon. En gaan we even door naar de andere pakketje wat ik klaar had liggen. Dat is het pakketje van de Misty Moonlight. Ook hier weer heb ik eigenlijk gewoon hetzelfde voorbereid. Dus het designpapier van 10 bij 14 centimeter, dat ga ik plakken op de achterkant van de kaart. Dat is de basis waaruit we vertrekken. Nou, hier zie je heel duidelijk in dit designpapier dat er wit aanwezig is. Dus dat wit, dat kan straks best wel even nog misschien wat dominanter zijn aan de voorkant. Voor deze heb ik een iets andere embossing folder gepakt. En dat is de embossing folder. De Meadows embossing folder. Als ik hem. Nou, moet. 1, 2, 3, 4. Nou, die komen we zo wel tegen. Dan ga ik gewoon verder met het paneel. Wat in het midden komt. En daar wil ik nu even de andere stempelset wat gebruiken. Ik heb deze nog niet gebruikt. Dus ik vind die eigenlijk wel mooi om hier aan de zijkant te gebruiken. En dan wordt die natuurlijk wel een stukje kleiner. Niet de hele grote, want dat gaat denk ik niet. Dat past niet helemaal en dat wordt dan te dominant. Dus een klein stukje maar gebruiken. Wat dan aan de onderkant van het paneel komt. Nature's Harvest is deze. Dan heb ik daar ook weer die grote stempel voor nodig. Stempelblok, de stempelblok E. En leg ik het paneel even neer. En ik pak mijn Misty Moonlight stempel. En eigenlijk wil ik toch kijken of ik deze twee kan laten zien. Dat is die twee met die bollen. Dus die moeten dan een beetje zo komen, denk ik. Nou, gaan we proberen. Beetje zo naar binnen vliegend. Maar. Ja. Oeh, mooi. Dat is echt wel mooi geworden. De Misty Moonlight is dat. Deze prachtige. Ja, wat zijn het? Margrieten, denk ik. Die ga ik ook op de voorkant van de envelop die ik hier heb stempelen. En dan probeer ik natuurlijk wel om die hele bloem erop te laten komen. En dat kan best, want de envelop
heb je alleen maar plek nodig om het adres op te schrijven. Dus ik laat hem zoveel mogelijk naar binnen komen op de envelop. Zo, mooi. En ook hier wil ik eigenlijk wel weer van die leuke stippels zetten. Ik leg even deze stempel aan de kant. Ook die ga ik dan weer eerst even afstempelen, zodat ze minder hard zijn qua uitstraling op de envelop en op de kaart. Zo. Kijk. Ja, leuk. En hier ga ik dat ook doen. Een beetje wat aan de onderkant. En dan aan de bovenkant. Oh, eerst afstempelen. Ook een aantal van die. Nou, mooi. En dan kan deze ook worden vastgeplakt aan de binnenzijde van de kaart. En dan is dat paneel ook klaar. Dan had ik gehoopt dat, terwijl ik aan het kletsen was, die embossing folder naar boven was gekomen. Maar ik zie hem nog steeds niet. Ik denk, misschien doet hij dat wel spontaan. Maar dat deed hij niet. Dus ik ga zo toch nog heel even stiekem kijken of er niet ergens tussen gevallen is of tussen gegaan is. Nou, ik zie het niet. Dan gebruiken we toch die Thornhorn stempelset of embossing folder. Die heb ik wel hier liggen. Kijk. Zo. En dan pak ik ook weer mijn grote cut- en embossmachine. En eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Dus ik leg eerst mijn plaat nummer 1 neer. Dan doe ik mijn embossing folder open. Leg het cardstock erin. Zorg ervoor dat het Stampin' Up! Logo boven ligt. Hier. En de rand van de embossing folder als eerste naar de rand van of naar onder de wals doorgaat. Dan draai ik door de wals heen. Zo, en dan mijn machine aan de kant. En dit allemaal platen aan de kant. En dan heb ik hier ook weer dat prachtige type-worn geemboste deel. Van, nou, echt super mooi. Ook hier ga ik weer van het wit. En de Misty Moonlight een rangschikking maken van het van die blaadjes. Ze kruipen een beetje in elkaar. Kijk, even kijken hoor. Hoe gaan we dit doen? Misschien zo. Kijk, dat is wel mooi. Groot, hoog. Oké, dan doen we eerst deze twee op elkaar plakken. Gewoon met een puntje lijm doe ik dat. Dat het in ieder geval bij elkaar blijft. Als ik het straks goed vast wil plakken. Zo. Dan doe ik daar een aantal van die Misty Moonlight takjes op. Kijk zo, denk ik. Wordt misschien wel heel vol. Even kijken. Deze. En deze. Misschien die bloemen. Dat is wel aardig. En dan kan ik ze ook nog een beetje verstoppen zo. Achter dat wit. Zo, denk ik. Ja, en dan plak ik die ook weer vast met een puntje lijm. Zo, één. En een puntje lijm erop. Van, voor deze heb ik ook een wat donkerdere kleur gepakt, namelijk de Night of Navy, om daar een wat donker accent nog bij op te zetten. En daarvoor heb ik de smalste takken gepakt. En die doe ik hier. En hier zo naast. Je kunt een heel klein beetje natuurlijk over de rand van de kaart heen gaan.
Want zometeen komt hij op de voorkant van de kaart te zitten. En de envelop is ietsje pietje groter dan de breedte. Dus dat kan op zich prima. Nou, dan gaan we die hier op vastlijmen. Net wat ik zei, wat je doet is je lijmt er dus echt goed in. Je zorgt ervoor dat aan alle kanten de lijm echt wel lekker ingezeept, of tenminste het kaartkarton lekker ingezeept is met lijm. Omdat je natuurlijk met die bergen en daaltjes te maken hebt, waar mogelijk geen lijm kan zitten en dan plakt het ook niet. Nou, dan duw je het even netjes aan. En je zorgt natuurlijk voor dat aan alle kanten evenveel van het Misty Moonlight zichtbaar is. Zo. En je ziet dan al die bloemen weer mooi terugkomen. Hier wil ik iets gaan doen met die vlinder straks, heb ik bedacht. Ik had een aantal van die vlinders uitgestanst. Was schattig. En dan moet er natuurlijk ook nog een tekst op. Nou, dit is ook wel een mooi label. En vrij klein ook, subtiel. Dus daar kan dan zoiets op. Even kijken, wat hebben we nog? We hebben Thinking of you, you're too kind. Verrassing wordt te lang, denk ik. Als we die daarop doen. Het zou kunnen. Nou, even kijken. Ik doe good luck. Altijd ook fijn om iemand good luck te wensen. En dat is ook een stempel die bij deze set hoort. En dus ook, zeg maar, waarbij het font is afgestemd op de afbeelding. Dus dat is misschien wel leuk. Dan pakken we good luck. Even op een blok. Een wat langer blok. Zo. En dan moet ik ervoor zorgen dat het een soort van recht op het label komt te staan. Ja, en dat doe ik in de Night of Navy. Dat is de Night of Navy, dat is die donkere kleur die ik gebruikt heb om die andere bloemetjes uit te stempelen, uit te ponzen. En ook de vlindertjes. Nou, good luck zet ik in het midden nu. Ik hoop dat hij recht zit. Oh ja, mooi. En ook hier ga ik weer wat van die stippeltjes zetten met de Misty Moonlight. Dus dat is de lichte kleur. En die stempel ik dan ook weer af. Nog een keertje afstempelen. En een beetje zo, denk ik. Oh, een beetje hieronder. Zo. En een beetje daarboven. Zo. Nou, en dan zetten we hier zo'n vlindertje. En die kan ook nog, even kijken. Nee, zo'n klein vlindertje doe ik dan op het label. Alleen, ik doe alleen wat lijm op het lijfje. Ho. Alleen wat lijm op het lijfje en dan laat ik hem zo op het label vliegen. Ook hier gebruik ik weer diezelfde truc als daarnet. Dus zo veel mogelijk naar links van het label zet ik de dimensionals. Want dan weet ik dat het daar goed zit. Dan ga ik kijken ongeveer waar ik het label wil. Nou, hier. En dan ongeveer op de afstand daar. En dat schat je dan een beetje in. Een klein beetje. 1 en 2. En dan haal je ze daar weg. Nou denk ik dat ik er nog 1 klein beetje hier moet zetten. Dat het in ieder geval goed zit op het moment dat we de kaart klappen. En zet ik hem in het midden. Probeer ik hem zo goed mogelijk in het midden te zetten. Van de kaart. Nou, good luck. Kijk, en dan kan ik hier nog wat schrijven. En dan hebben we hier nog een paar vlindertjes die gaan vliegen. Kijk, als we die dan zo doen. En
kunnen er ook nog hier één verstoppen, zo. Achter de kaart, dat is misschien ook wel grappig. En die vliegt dan de kaart uit. Ik doe hem eigenlijk alleen vastplakken op zijn lijfje. Dat ik hem in ieder geval een klein beetje omhoog kan doen. Dat hij ietsje dimensie krijgt. Ik doe het niet met dimensionals. Deze zou ik wel met dimensionals vast kunnen zetten, maar dat doe ik niet. Zo. En die vliegt dan een beetje de kaart af. Nou, als je deze kaart dan dicht doet, dan zie je dat kleine vlindertje en de grote vlinder. Doe je hem open, heb je daar nog een vlinder. Ook hier kan ik natuurlijk nog wat rijnstoontjes plakken. In de Oeps Holiday Rhinestones. Blijf staan. In de Holiday Rhinestones. Oeps, zijn die op? Even kijken hoor. Misschien heb ik geluk. Ja, in de Holiday Rhinestones zitten de Knight of Navy Rhinestones. En nou, die kunnen hier heel goed bij op het label. Die stippeltjes die spreken natuurlijk wel aan. 1. En daardoor trek je zeg maar die stippeltjes nog meer naar die rhinestones toe. En daar 1. Zo. En dan is ook deze kaart klaar. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden wat we getoond hebben. Ik zal ze nog even op een rijtje leggen. Het ging dus omdat we deze keer in het thema Monochromatic een project maakten. Melinda heeft hele leuke kaarten gemaakt met twee verschillende sets. Namelijk de Nature Harvest uit de mini-catalogus. En dat is gecombineerd met de met de Quiet Meadow uit de jaarcatalogus. Beide stempelsets hebben ook stanzen. Die je heel goed onderling ook kunt gebruiken. En je ziet dat die hele mooie bloemen heeft. Er zit ook nog een labeltje in en wat vlinders. Het zijn echt hele fijne stanzen om mee te werken. Ze zijn heel gedetailleerd en top om te gebruiken. Dit is dus hoe je monochromatic projecten kunt maken. In dit geval, wij hebben ervoor gekozen om het designpapier als basis te nemen. Daar zat die basiskleur in. We hebben gekeken naar de ondersteunende kleur. Dat was wit. En die twee hebben we dan gecombineerd en eigenlijk alleen maar gebruikt. Het enige wat we toegevoegd hebben is een extra tintje donker in dezelfde kleur om het nog meer iets van body te geven. Nou, dit waren onze projecten voor dit thema. Nogmaals, dit is een filmpje ten behoeve van de Global Video Hub die we elke maand doen. Hieronder in de beschrijvingen vind je de blog of de linkjes naar alle andere YouTube-video's van de 6 of 7 andere internationale stamp-up demonstraties. Je kunt ze prima bekijken, want over het algemeen zegt het laten zien hoe het werkt het beste. Als je nog de afmetingen en de rilmaten wil weten, dan moet je ook even hieronder klikken op onze blogpostlink. Dan ga je naar de blogpost. Daar staan de afmetingen van de kaart en de gebruikte materialen. En nou, vond je het leuk? Geef ons een thumbs up. En wil je geen filmpje van ons missen? Klik dan even daar rechts onderin. En klik op de abonneren knop. En je wordt iedere keer gewaarschuwd als we een nieuw filmpje hebben geplaatst. Ik wens jullie nog een fijne dag.